Hey mensen van 8 Games, verder natuurlijk kijken naar mijn nieuwe filmpje. Ja, daar zijn we weer. Ik heb er weer super veel zin in. Ik hoop natuurlijk jullie ook. Ik heb trouwens nog steeds een dik kop, of niet? Ja, ik heb nog steeds mijn eigen head. Oké, nou die houden we lekker op. Die houden we gewoon lekker op. Hebben we een lekker dink kompie. Jongens, we zijn gewoon weer terug met een nieuwe video waar ik plots van jullie ga bekijken. Jullie vinden deze video's altijd super tof. Ik krijg altijd lekker veel likes op deze video's. En ontzettend veel mensen die willen dat ik hun plot ga bezoeken. Nogmaals, ik kan lang niet iedereen zijn plot checken. Lang niet. Er zijn altijd moderators die altijd wat vette plots voor me uit gaan zoeken. En die check ik dan even, beoordeel ik gewoon even. En als er een parcoursje bij zit, doe ik even een parcoursje of zo, weet je wel. En we beginnen vandaag met een best wel leuk plot. Ik ga hem even koekeloen van wie is deze. Deze is van SnakeGamers01. Ik vind hem echt tof. Wat is dit hier beneden trouwens? Dit is, oh nee, dit is geen water. Er zit water onder volgens mij. Ik wil even checken. Ja, er is water hieronder. Oké. Cool, interessant. Heel erg vet gemaakt. Artistiek. Ik vind hem heel erg mooi. Wil je trouwens ook een plot maken? Dat kan gewoon op mijn server play.headgames.nl. Er komen steeds meer mensen op deze server. En dat vind ik echt ontzettend tof. Ja, ik zie een paar vette huizen met van die haybills. Vind ik sowieso een dak van haybills. Vind ik echt zo vet altijd. Ziet er altijd gewoon awesome uit. Lekker een beetje gerandomized. Is altijd tof. Ja, lekker een kapier erbij. Ja, lekker hoor. Ik vind het heel erg leuk. Heel erg leuk. Een mooie rots in de midden met allemaal leaves eromheen. Heel erg tof. En ik zie hier nog een vliegend schip. Of nee, vliegend schip. Dit is gewoon een dit is gewoon een luchtballon volgens mij. Oh, nee, het is een zeppelin. Een soort van zeppelin of zo. In ieder geval, het ziet er leuk uit. En een leuk kraantje erbij. Dat is ook altijd even lachen met Fiennes eraan. Terwijl Fiennes gewoon dood is. Fiennes bestaat niet eens. En waarom ga je dan met Fiennes bouwen? Doe even normaal, man. Alright jongens, second plot. Deze is van Dickie VDB. Ja hoor, een kasteeltje. Heel mooie ondergrond, die vind ik echt heel tof. Met van die dead bushes en zo, ja dead bush. En van dat potsel en dirt en wat hout, wat donker hout erin. Ik vind dat echt zo tof, echt heel mooi gemaakt. Eén dik kasteel en die is ook symmetrisch zo te zien. Vlaggen zijn natuurlijk wel verschillend, maar dat is heel logisch. Maar verder echt, wat is dit ongelooflijk vet jongens. Ik vind hem echt ontzettend mooi. Eigenlijk wil ik ook wel even binnenkijken, ik ben heel erg benieuwd. Het is allemaal hay, oh dit is allemaal haybills. Een plek voor de paarden natuurlijk. En dit is de ingang. Yo, oké, dit is een beetje raar dit. Oh, ja, is één zo'n deur of zo? Oké, ja, cool. Nice. Ja, mijn tafeltjes die zijn heel vet gemaakt. Zo'n hoekbankie erbij. Een hoekbankie. Een hoekbankie. Yes, yes, yes. Top. En ik kan hier nog naar beneden zo te zien. Oh, dit ziet er wel vet uit deze trap hoor. Check dan. Wat een blok is dit trouwens ook alweer? Een sea letter. Oh ja, die sea lanterns. Lanterntje. En dan lopen we hier naar buiten. Heel erg vet. Hier kunnen we omhoog. Wat is dit dan? Oh, dit is het begin. Huh? Of ga naar de overkant. Wat? Hier heb je... Oh, dit is wel een parcours, of niet? Yes! Je kijkt mijn filmpje. Wow, zo te zien kijk jij echt mijn filmpjes, hè? Dit red ik toch nooit. Spring in het huis via de slimeblocks. Wat? Oh, ik ga pakken vanaf de... Oh, nog een achtbaan! Holy shit, jongens. Dit had ik nooit verwacht. Dit is gewoon nog een uitgebreide... Wow, wat begint dit dan? Ik weet het niet, jongens. Volgens mij is dit ergens het begin. We gaan gewoon hier beginnen. De leuke dingen. Oké, ja, natuurlijk beginnen we bij de leuke dingen. We gaan die stomme dingen gaan we lekker skippen. Zo, we gaan het parcoursje even doen. Hop, oké, die pakken we in één keer, joh. Geen foutjes maken en dan springen we hierin. Yes, oké, zijn we hier? Oh, oké, dat ging goed, dat ging net goed. Oké, spring in het huis via de slimeblocks. Oh, bruh. Yes, we got it. Ga naar de overkant. Oké, nu komen we dus hier en nu... Oh, hier kunnen we er dus in. Kijk, ik pak hem helemaal van de verkeerde kant, man. En dan moeten we via het tunnel naar het kasteel. We zijn helemaal verkeerd gelopen, jongens. Ja, en nu ben je... Oké, cool. Alright, jongens, next one. Deze is van It's Jesse. Dit is op zich ook wel een vet plot, maar hij is nog niet af. En er mag nog wat meer detail in. Het valt me meteen op. Ik ga het ook meteen zeggen. Kijk, zoals jullie zien, dit is een heel mooi grasveld. Maar ja, er zit niks op. Je kon er tenminste wat gras op doen en wat meer detail. Maar wel een vette loopbrug. Deze waterval is ook heel erg vet. En hier loopt dus die rivier heel erg tof. En dan kan je hier naar binnen. Ja, dat is ook niet helemaal afgemaakt, zo te zien. Maar het mag er wel zijn. Het mag er zeker zijn. Ja, hier bijvoorbeeld ook. Dit is allemaal, hij is nog niet klaar. Dat kan je echt wel merken. Maar hij is goed bezig. En die bergen zien er sowieso heel erg chill uit. Dus lekker bezig, pik. En we gaan door naar de volgende. Alright, jongens. Next one. Deze is van Super Scuddy Boy. Knolpouwelongoontje. En ik zie hier personen. Verder is hier wel wat leeg nog. Maar wel een vette trap hier omhoog. En dit is... Oh, dit is een achtbaan die ook nog niet af is. Ja, ik tp vandaag gewoon random mensen eigenlijk een beetje. En zo nu en dan hebben we geluk en hebben we een hele vette. Maar deze is nog lang niet af, zo te zien. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel goed bezig. Een mooi hartje erbij ziet er ook goed uit. Oh, hij zegt dat hij een achtbaan heeft. Oh, wacht. Dit had ik helemaal niet gezien, dit. Oh. Dit is het helemaal niet. Ja, wacht. Ja, kijk, hier begint hij. Ik pak hem, jongens. Ik dacht echt dat dit hem was. Ik dacht letterlijk dat hij hier nog mee bezig was. En dat je dan dus die achtbaan hierbij langs gaat zo. En dan is dit het. En dan stopt het hier. Maar je valt naar beneden, zo te zien. Zo! En, yo! Oké, stopt hij wel. Dat is wel een beetje een faaltje. Eigenlijk moet je wel meteen doorgaan. Zonder dat je zelf hoort te klikken of zo. Oké, ik geef het bonkje omhoog. Oké, gaan we omhoog. Ja hoor, dit ziet er veelbelovend uit jongens. We gaan allemaal omhoog flikken dan weer naar beneden zo te zien.
Hop en bop. Lekker stylen, lekker weer omhoog. Ziet er goed uit, man. Ziet er goed uit. We gaan lekker omhoog. Ik vind het gewoon chill om helemaal omhoog te gaan. En dan flikker ik helemaal naar beneden. En dan wat dan. Val je helemaal naar beneden. En dan val je precies hierin. En dan eindig je in het lava. Maar ik val niet in het lava. Ha. Oh, ik zakte wel verder. Wat? Ik dacht echt even dat ik bleef haken. Maar nee, toch niet. We gaan door, jongens. Die bocht is echt vervelend, want dan krijg ik steeds een black screen even. Oké, we gaan omhoog. Yes. Misschien kan je die bocht nog iets beter maken, want dat is best wel vervelend. Dan gaan we hier zo langs. Hey, we gaan hier lekker omhoog. Ik denk wel dat we er bijna zijn, maar we gaan weer naar beneden. En, we zakken weer naar beneden, jongens. We gaan gewoon weer. Oh, ik zit weer vast. Ja, hij moet het hier echt breder maken, jongens. Ja, het loopt wel een beetje vervelend hier. Let's go. We gaan verder, jongens. Oké, ik mag niet vastzitten nu. Yes, cool. We flikkeren heel te naar beneden. Ik weet niet precies wat er gebeurt. Het overzicht is hier wel een beetje bad. Maar hij is wel gevaarlijk en snel en alles. En dit was hem volgens... Oh, nee, toch niet. We gaan omhoog. We gaan verder, jongens. Nice. En we gaan naar beneden. Oh, damn. Langs het hartje. Oh, wat lief. Wat lief, joh. We zijn er denk ik bijna nu. Oh, wat? Oh, we eindigen op het... Wat? Oh, nee, we hier... Oh, waarom stopt hij hier nou? Dat vind ik echt raar. Super tof. Hij was mooier dan ik had verwacht. Heel even. Hij wil vast een screenshot. Dat mag hoor. Staat het er goed op? Yes, lekker pik. Alright, jongens. Next plot. Dit is een plot van Cutie Kitty Girl. Wat is dit nou weer dan? Oké, dit is gewoon groot. Iets groot. Het is een beetje raar. We gaan even naar beneden. Want ik zie onder heel veel. Wat is dit dan, joh? Ja, dit is ook nog een lange ook volgens mij. Ga hier omhoog. Wacht, ik pak gewoon even de Minecraft. Oh, shit. Ik faalde. Oké. We gaan jongens, let's go. We gaan hem gewoon even nemen, we nemen hem. Wat gebeurt hier? Oh, dit was hem, hij is kapot. Hij is fout, dit is niet goed. Ze zijn ook daarmee bezig volgens mij. Oké, we gaan gewoon naar beneden jongens. Wat is hier beneden? Oh, dit is een groot plot. Het is echt kolossaal. Niet zoveel detail. Grappige huisje zie je dat dan weer wel. En ik zie hier wat water met wat vuur erin. Ik weet niet precies wat het allemaal inhoudt. Ik heb geen idee wat dit houdt dit inhouden. Oh ja, trouwens wel een leuk nieuwtje. Onze sponsor van deze server, die kennen jullie vast allemaal wel. Dat is Kaas Hosting. Die bestaat vandaag, precies vandaag, 4 jaar. En dat vond ik best wel even benoemswaardig even. Omdat ze dus vandaag jarig zijn, 4 jaar bestaan, hebben ze gewoon 20% korting als je de code HEADGAMES gebruikt. Dus als je een server wilt hosten bij hun, dan heb je gewoon 20% korting als je de code HEADGAMES gebruikt. Hoe insane is het, jongens? Dat is toch best wel fucking vet. Ze zijn nu jarig. Code HEADGAMES 20% voor degene die het interessant vinden. Laten we meteen doorgaan, jongens. Let's go. Vogel KKK, dat tp ik nu naar, maar volgens mij is dat zijn plot niet eens. Is dit zijn plot? Nee. Oh ja, dit is wel zijn plot. Flololo Swag of zo. Geen idee. Allemaal rare namen, jongens. Hij heeft gezegd van, ik heb een vet plot. Ik ben even benieuwd. Regels, armen, niet cheaten. Wat is dit dan? Maak reclame. Wat ben je voor commerciële hond, hè? Doe even normaal. Want dit is gewoon een toren, ouwe. Je bent de allermooiste. Wat? Hè? Oké, ik ga hierheen. Ik weet niet. Hey, wat? En dan ga je naar beneden. Wat is dit? Wat houdt dit in, ouwe? Oké, het is gewoon een hele rare toren. Ik weet niet wat dit is, jongens. Ik wil wel het parcours doen. Ja, yes, hij heeft wel het parcours. Heel tof. Begin hier met lezen. Ja, maar we gaan niet lezen, jongens. Nee, we gaan niet lezen. Het is een themahout. Oké, dat gaan we alleen lezen. Meer niet. We gaan alleen het parcours doen. Ik haat lezen. Dat heb ik al heel vaak verteld in filmpjes. Van, ik wil niet lezen, jongens. Ik wil gewoon gaan. Ik wil gewoon iets makkelijk. Het moet makkelijk aangegeven worden. En ik wil gewoon... Oh, ik wil gewoon gaan, weet je wel. Oké, let's go. Hoppakee. Yes, we gaan omhoog. Alright. En go. Yes. Go. Oké, dat gaat goed. Geen fout. Oké. Foutloos dit stuk. Dit stuk gaat... Oh, ja, ik heb de fout nog niet gemaakt. Ik sta nog steeds. Oh, yes. Stillalui. Oh, ja, ik viel. Ik was te overmoedig, jongens. Ik was er ook bijna. En dan ga je fouten maken als je natuurlijk bijna bent. En deze kunnen we in één keer doen. Zo, perfect. En dan gaan we even chillen jumps doen. Hoppakee. Lekker veel hout. Mooi verschillend hout. Heel erg vet. Hier op de ladder voor een dropper. Oké, ik ben benieuwd. Probeer hem eerlijk te halen en spring alleen van dit platform, de dropper. Oh ja, je mag niet op iets tussen... Oh, deze wordt makkelijk toch, zou je zeggen? Of toch niet? Ik weet het niet. Oh ja, hier zit al dat hout. Oké, je mag alleen vanaf hier springen. Oké, dit is wel best wel pittig. Want ik dacht van, hé, ik zie dat water. Ik kan hier gewoon lekker tussendoor, maar... Ja, daar zit ook water. En daar zit allemaal hout. En daar zit allemaal hout voor. Dus dat is best pittig. We gaan er even mee lopen, jongens. Tot hier mag je springen. Oh, oké. Leuk gedaan. Oh, deze is best pittig, denk ik, hoor. Oké, we gaan het doen. Oh, in één keer, yes. Oh, viel ik nog op de rand? Oh, er is geen eens water, jongens. Oh, ja, dat zijn gewoon grampies. Ja, je kan met 2 dingen springen. Jij bent een prinker, Flololo Spek. Ik ga hem opnieuw doen, jongens. Hij heeft me geprankt. Ik kan hier wel in springen. Oké, laten we dat doen. Dat is wel pittig, hoor, deze. Ik dacht dat hij wel te doen was, maar... Oké, we springen hier zo overheen. Even kijken. Oh, nee, je kunt... Ja, daar komen we niet in. Shit, man. Hij zit echt zo buiten. Kijk, van, vindt hij het wel leuk? Vindt hij het wel een leuke plat? Ja, hé, man.
Ik vind het zo mooi hoe mensen reageren. Oh, hij spoilt hem voor mij. Jawel, die middelste, hè? Moet je... Wat? Waar zit hij nou in dan? Hè? Waar kom je ook? Wacht, Oh, je mag... Wat was... Er is wel glas hier. Oh, je kan hier ook in vallen. Oh, en hier kom je gewoon helemaal in niks. Oh, wat een hond. Je moet dus in die vallen daar. Zo hoor, tricky. Ik weet ongeveer waar ik nu moet springen, want hij deed ook. Oh ja, en dan moet je ervoor op de na landen. Oké, ik denk dat na. Vlieg ik er net overheen. Dan heb je één plekje om te vallen. Ja, daar heeft hij goed, over nagedacht. Oké. Ja, oh! Op het randje. Ja, dan moet je hem gewoon opnieuw doen, want eigenlijk moet je doodvallen. Dit moet je eigenlijk gewoon in survival doen. Oké, let's go. Je mag dus niks anders aanraken. Yes, got him. Hoeveel soorten hout bestaan er in Minecraft? Leuke vraag. Best wel veel volgens mij. Ik denk 7 hoor. Nope. Ah, ik heb ook inderdaad, oké, 1, 2, 3, 4, ja, 6, sowieso 6. Lekker, oké, nice. Wat is mijn Minecraft naam? Oh, dat is Flololo Swag, deze, die mailste. Ja, dat heb ik nu net gezien. Ja, ik vind het echt vet, dit heeft hij echt met HGS gedaan, heeft hij echt toffe pin. Ja, ik vind, deze plot vind ik echt vet, man. Hoeveel abonnees heeft Harm ongeveer? Of HGS ongeveer? Ja, nu 300, ik zit dichter bij de 300 dan 350. Oh, nee, nu trouwens niet. Nu, ja, kijk, ja, dat dacht ik al. Dit heeft hij wat eerder gemaakt. Maar ik zit dichter bij de 350 nu dan de 300. Ik heb namelijk iets meer dan 325.000. En dan gaan we als een racebal gaan we hier langs. Ik vind deze bot echt awesome, jongens. Vanaf hier ziet hij niet zo vet uit op zich. Maar dit was hem, denk ik. En er moet, ja, dit was hem. Ja, echt, ik vind hem echt tof, Flololo Swag. Ik zou wel, als ik jou was, zou ik hem wel echt helemaal gaan opvullen. Want vanaf hier ziet hij er niet zo vet uit. Maar dan ga je één keer die parcours doen, niet zo vet. Die dropper is heel vet. Daar heb je echt heel lang over nagedacht. Denk ik. Alright jongens, next one. Marco Lano. Wat ben jij nou weer aan het doen, man? Hij is met redstone bezig. Zelf verzonnen. Helemaal niks. Ja, hij is er nog mee bezig. Ik moet hem niet clearen. Sowieso is hij er nog mee bezig. Oké, wat is dit? Oké, even kijken. Of zit er iets onder? Ja, we gaan eerst even onder beginnen. Ja, vette skins hoor. Vette skins. En dat is die van mij. Yes. Dat is die van Ronald volgens mij. Dat is die van Jer. Die van Link. Is dat de nieuwe van Joost of zo? Ik weet het niet, ik heb geen idee. Even kijken. Oh, er is één zo'n knop en dan gaat de deur open zeker of niet? Is dat zo? Zou dat? Ja, oké. Damn. Ja, dat is leuk hoor, dat is leuk. Oké, nou, er zit niks in verder. Oké. Ja, volgens mij zit het plot ook nog niet af. Maar wat is dit dan weer? Dit is vet raar. Rondje draaien, je bent door, je bent af. Hè? Wat moet je... Ik snap dit nooit, jongens. Leg dat even uit in de chat. Ik kom het heel veel... Zo'n toren. Ik kom het zoveel tegen. Je hebt gewonnen. Volg mij. Ik maak je hoofd na. Hè? Maar hoe werkt dit? Wat moet je doen? Ik snap het niet, jongens. Oké, ik heb even gevraagd wat hij hier moet doen. Oh, er komen ineens heel veel mensen. Ja, ik moest niet zeggen Marco Lano. Skin battle. Ja, maar ik weet niet wat skin battle is. Ik weet echt niet wat het is. Oké, je moet gewoon ergens in gaan lopen of zo. Ik weet het niet. Al die mensen, joh. Ik ga even gauw weg. Ik moest niet Marco Lano zeggen, want nu wist iedereen dat ik bij hem was. Sanne Koekenpannen. Oké, ik begin hier ergens verder en naar binnen. Dat is niet de bedoeling. Ze zijn hier volgens mij nog druk mee bezig, jongens. Ze zijn echt met z'n drie aan het bouwen. Dat vind ik sowieso tof, toch? Met echt een groep mensen aan één plot werken. Dat is toch vet, hé? Kijk, ze werken al. Deze heeft Sanne Koekenpannen heeft ook gewoon niks. Hey, it's me, man. Hey. What's up? Die schrik was ik fucking had. Ik ga naar binnen. Shotgun. Oh, nice. Ze zijn heel druk mee bezig, jongens. Ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat. Misschien de volgende aflevering of zo. Gamer Kevin. Ja, hij heeft ook al die skin battles. Ik heb geen idee wat dit is, jongens. Oh, ik zie een parcours. Ja. Waar is het begin? Hier. Ik zeg met opzet niet zijn naam erbij. Dan was ik fucked up. Oh, oké. Een mini-quiz. Oh, gaan we meteen een mini-quiz doen? Ik wil eerst de parcours doen, jongens. Oké, we gaan eerst gewoon de parcours doen. Fuck it. We gaan eerst de parcours doen en dan doen we de mini-quiz. Yes, let's go. Oh, nee, fuck it. Oké, ik denk dat hij dit met opzet bedoelde. Is hij hierheen? Dus niet veel vragen, zegt hij. Oké, maakt niks uit. We gaan nog gewoon even checken. Wat zijn de primaire kleuren? Ja, die is heel simpel. Wat is de hoofdstad van Spanje? Dat is ook heel simpel. Oh, ik wilde verbazen. Nee, natuurlijk Madrid. Wat is zwaarder? 10 ons weer of 1 kilo goud? Dat is dit. Wat is... Oké, ja, dit is natuurlijk de voorrangsregel. Dat is eerst dus die keer doen. Dat is natuurlijk 48 min 3 is 45 plus 58. Dus 5... Oh, nee, moet ik uit mijn hoofd. Vind ik moeilijk. Oké, dat is 90... Yes, we got him. Dit waren mijn vragen. Sorry, dat was er niet zo... Ja, maar het was leuk. Dit is de lift. Ja, die ken ik. Mooi liftie. We gaan natuurlijk er heen vliegen. Dan gaat het wel wat sneller. Oké, cool. Waar moet ik nu heen? Ik volg jou. Waar moet ik heen? Oh, hier begin... Oh!
Kijk, en nu moet je die parcours doen. Ja, kijk, dit was... dit heeft hij natuurlijk goed bedacht, hoor. We pakken hem weer een keer. Oh, ja, we gaan lekker. Oké, oh, die ladder jumps. Hoppakee, arm. En nu... Eén, yes. Oké, dat was een korte. Dat vind ik wel chill. Oh shit, ik sprong te laat. En hij heeft hem ook niet. En ik heb hem wel. En met de simpele jumps val ik natuurlijk weer zo. En dan gaan we hier heel mooi omhoog. Als ik hier naar beneden val, hoor, dan val ik in het gat. Oh, ik val. Oké, deze pakken we in één keer. Yes, yes. Ah, kak. Kak zo, jongens. There we go. Hoppakee. We volgen. Oké, we gaan deze cheaten. Haha, ik ga hem cheaten. Haha. Kan dat ook bij deze? Zou dat kunnen? Huh. Ja, dat kan vast wel. Nu wil ik het ook doen, hè. Hij is vast moeilijker via dat. Ik probeer vanaf hier. Yes, dat lukt. Oh. Yo, ik val echt. Oké, let's go. Let's go. Oh, damn. Die laatste dan weer. En die laatste is weer moeilijk. En dan... Yes, got him. Hij is echt haalbaar. Tip. Als je probeert te shift... Oh, shit. Oh, what? What? Shift. Oh, ik heb hem in één keer. One try, bitch. Got him, yeah. Hij denkt van, what the fuck? Ja, die had ik in één keer te pakken. Hoppakee, we zijn omhoog. Yes, nu gaan we lekker. Oké. Klim op mijn schouder en ga... Wat? Klim op mijn schouder en ga verder. Dude. Klim op mijn schouder. Ja, ik kan niet op je schouder klimmen. Ik heb geen idee hoe dat moet, man. Oh. Yes, oké, dan gaan we. Shit. Yes. Yes, hier naar beneden. En dan hier door. Ja, leuke platte. Dit parcours vind ik echt fucking tof. Yes, oké. We gaan echt lekker nu. Dat moest ik niet zeggen, want dan faal je natuurlijk weer. Hè. Shit, jongen. Ik haal hem niet. Ja, oké, ik heb hem. Oh, shit. Ja, je hustelt in de weg, jongens. Hij lijkt hem af. Oké, bedankt voor het spelen van parcours. Hey. Gewoon een beetje springen. Hij vindt het helemaal geweldig. Oké, next one, jongens. Finetnel. We gaan even in het begin beginnen natuurlijk. Wat staat hier? Een quiz. Oh, een quiz. Ja, dat is leuk. Een YouTube-kanaal. Even promotie erbij. Heel erg slim. Sowieso, de plot is vet gemaakt. Die opvulling is altijd wel vet. Alleen hier is het nog helemaal leeg. Maar dat komt waarschijnlijk wel iets. Wat staat hier op die bordjes dan? Style Modern. Ja, kijk, hier is diegene nog mee bezig, denk ik. Oké, we gaan door. Quiz naar beneden. Oké. Kijk, die korte bordjes zijn altijd wat chill. Dat vind ik nooit echt. Wie is dit? Ik denk Joost. Even goed kijken. Wie is dit? Dit is natuurlijk Jeremy. Hoe oud ben ik? Trouwens, ik ben Het Games. Finet je kroketje. Oké, gok maar gewoon. Oké, ik denk 11 tot 12. Yes, got it. Wie is de helper van de plot? Ik denk dat die met die drie. Oh, toch niet. Oeh, plot twist. Oké. Hoe heet mijn YouTube kanaal? Oh, de tussengooi hoor. Hoppakee. Ja, ik heb hem goed. Ik las het zo net namelijk al. Hoeveel subs heb ik op? Ja, ouwe. Dan moet ik dat weten. Oké, nice. Is dit het einde? Nee. Oh, wel. Het is wel het einde. Yep, dit is het einde. Oké, Yep met een B. Vind ik wel een beetje raar. Oh, ja, die promotie, ouwe. Ja, die zit er wel in. Ja, ik vind hem tof, jongens. Hierbij wil ik het laten voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze video ook weer tof vonden. Druk even op het duimpje omhoog. Ben ik niet bij je plot geweest? Ja, het spijt me. Ik wil echt ieder zijn plot checken, maar dat gaat heel erg moeilijk. Denk je nog steeds, kut, maar je moet echt mijn plot checken? Ja, geloof me, ik heb 500 miljoen andere plots ook niet gecheckt. Want er zijn zo fucking veel. En ik kan er misschien hooguit 10 in mijn video checken of zo. Ik kan echt niet veel checken. Doe dus een duimpje omhoog. Hier kan je abonneren en check ook even de video's om je heen. En dan check ik jullie de volgende keer weer terug. Later!